Als ondernemer wil je bezig zijn met ondernemen. Het selecteren, motiveren en functioneren van het team. Alle administratieve, financiële en juridische lasten en risico's geef je liever uit handen. Met een payrollbedrijf kan een ondernemer de krachten bundelen en doet ieder waar hij goed in is. Hierdoor ben je als ondernemer samen met de payroller de beste werkgever. Payrolling is de laatste jaren sterk in opkomst. Door de verandering op de arbeidsmarkt zien we zowel dat werkgevers als werknemers meer behoefte hebben aan flexibiliteit. Daarnaast worden werkgevers geconfronteerd met toenemende administratieve lasten en plichten met betrekking tot al het personeel. Vooral voor kleinere ondernemingen zonder een eigen volwaardige HR-afdeling kan het een grote druk met zich meebrengen, zowel operationeel als financieel. Steeds meer ondernemers zien dan ook de voordelen van payroll. Personality Payroll kent de wereld van Human Resource Management al sinds 1998. Hun missie is om praktisch en innovatief te anticiperen op basis van betrokkenheid, deskundigheid en eagerness. De arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en flexibeler. Dat biedt enerzijds veel kansen, maar tegelijkertijd wordt er ook steeds meer van ondernemers gevraagd. Naast de contract, personeel, salarisadministratie worden ze geconfronteerd met een woud aan regelgeving, wetgeving, die ook nog eens een keer continu wijzigt. Denk aan arbo, verzuimmanagement, reïntegratievraagstukken, subsidie, ga zo maar door. Daarbovenop nog de grote financiële risico's vanuit arbeidsongeschiktheid en ontslagsituaties. En ondernemers zijn ook vaak de HR-manager en P&O-consultant geworden. En dat is nu precies wat ze niet willen zijn. Ze willen het beste voor de medewerkers. En daarom is het belangrijk een payrollbedrijf in de arm te nemen die ernaar streeft om samen met die ondernemer de beste werkgever te zijn. Door payrolling wordt de ondernemer ontzorgd en kan hij weer doen waar hij goed in is, ondernemen. Payrolling biedt ook voor medewerkers de nodige voordelen. Het ontzorgt en waarborgt de kwaliteit en continuïteit op het hele HR-terrein. Dat geeft dus rust op de werkvloer. Bij het wegvallen van de werkzaamheden blijft de payroller de werkgever en dient hij te zorgen voor andere werkzaamheden. De continu wijzigende wet en regelgeving is voor de meeste ondernemers moeilijk bij te houden en te organiseren. De werknemers ervaren het als een voordeel dat ze een vast aanspreekpunt hebben voor alle vragen op het hele HR-terrein. Een goede payroller biedt goede arbeidsvoorwaarden die minimaal gelijk zijn aan de branche-CAO. Daardoor staat het werk centraal en worden zowel ondernemer als medewerker niet onnodig afgeleid. De toekomst voor de branche ziet er positief uit. Ondernemend Nederland heeft duidelijk behoefte aan payrolldienstverlening. Er is momenteel nog wel veel onbegrip en onduidelijkheid over payrolling in het algemeen. Vanuit de branche wordt verwacht dat er meer duidelijkheid, transparantie en ordening van de markt komt. Waarbij payrolling ook echt separaat naast uitzender wordt gepositioneerd. En dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan. Mijn tip aan ondernemend Nederland is: schoenmaker, blijf bij je leest. Focus je op het ondernemen en besteed de overige zaken uit.